Hallo, hier is Kingo met een nieuwe episode van Minigame Madness. En vandaag zitten we bij Mineplex en spelen we de game, de minigame, The Bridges. Dus ja, laten we maar een keer een leuk padje The Bridges gaan doen. The Bridges is net zoiets als The Walls, is voor het geval dat jullie die kennen. En ja, het is eigenlijk gewoon, je hebt vier teams. Dus je hebt je geel, groen, rood en blauw. En je moet allemaal tegen elkaar vechten. Je hebt eerst 10 minuten om allemaal te gaan minen en shit. Maar je moet ook echt resources verzamelen en al die troep. En als je dat helemaal hebt gedaan, dan komen de bruggen naar alle andere teams. En dan moet je elkaar, killen. Dus dat is een beetje deze game mode. En ik vind het hartstikke leuk. En er zit momenteel iemand in die mij ken. En dat is deze gozer hier. David Dijkman. Die had net een hele goede game. Die had een heel nice kill op me. Dus was fucking awesome. Dus hopelijk is hij vandaag ook goed. Bij vandaag zijn nou deze ronde ook goed. Ja, we zullen wel zien. De ronde begint over 23 seconden. We zitten met 40 man nu. Zit ik al in geel? Ik even checken, want geel is mijn team. Ik weet niet waarom ik ga altijd te geel. Bij dit. Ja, je bent al. You are already on yellow. Awesome. Dus ja, jongens, we gaan kijken of dit een beetje een goed potje wordt. Want het zegt of je gaat instant dood of je haalt het bijna tot het einde. Dus laten we maar eens gaan kijken. En je hebt dus ook verschillende classes trouwens, daar ben ik niet eens over gegaan. Je hebt twee classes die je kan kiezen. Iemand met appels, waardoor je dus oneindig eten hebt. En iemand met een axe. Ik ben met die axe. En de reden daarvoor, dat zal je zo wel zien. Oké. Okay. Dus je moet gewoon hout verzamelen. Dit is mijn tactiek, jongens. Je verzamelt precies 4 logs. 4. Niet meer, niet minder. En dan ren je zo snel mogelijk de caves in. Want zit hier ergens caves? Even kijken wat hier zit. Easy. Je rusht erin. Oh, er zitten al diamonds. Awesome. Ja, de spans van alle oren is ook hartstikke random. En wat doe je? Je maakt zo snel mogelijk een workbench. Bloop. En je maakt, in totaal maak je 8 sticks. En daarmee heb je genoeg. Dus wat doe je? Je maakt zo snel mogelijk een pickaxe. Dat is eerst van... Wow, wat hoorde ik? Dat was echt vaag. Oh, wacht, dat is die David. Die zit hier nu. Awesome. Maar goed, ja, je maakt dus even... Oh, wauw. Je maakt dus eventjes 3... Je pakt 3 stone, zodat je een stone pickaxe hebt. En daarmee maak je al het iron dat je kan. Hopelijk zo snel mogelijk 3. Oh, hier zit er meteen een mooie 3. Awesome, meer dan 3. Wauw, gaat lekker. Normaal is het echt moeilijk om bijvoorbeeld iron te vinden of zo. Dan moet je echt helemaal zoeken en oh, dan heb ik eindelijk iron. En dat is best een heel gedoe. Wow, er zit veel volgens mij. Oh nee, leek maar zo. Oh ja, en het is wel één dingetje jongens. Ik ga het proberen te fixen. Ik ga proberen torches te maken. Want het grootste probleem bij dit minigame is dat je gewoon een cave in rusht. Zonder ook maar echt te weten. Of zonder licht, bedoel ik. Zonder licht gewoon erin rushen. En dat is ook niet echt de bedoeling. Maar, tenminste niet als je niet op YouTube, want dan is het niet te doen. Oké, okay, ik zet mijn furnace daar geheim achter, want soms dan kan je een furnace looten. Waar is coal? Hier is een coal, moet opschieten, want ik wil die diamond. En degene die als eerste eigenlijk een iron pickaxe heeft, die kan dan dus de diamond minen. Dus dan moet je eigenlijk altijd hopen, want het minimale wat ik eigenlijk voor ga is een full set iron en een diamond pickaxe. En volgens mij is hij nou al gemined. Of heeft iemand hem afgeblokt? Nee, hij is al gemined. Oh, hij is opgeblazen, want dat is ook een class. Oké, okay, nou, we moeten even op zoek naar andere diamonds dan. Maar laten we even snel doorgaan tot we, een stack hebben. Of een stack, een iron pickaxe hebben. En dan kunnen we daarmee, vanaf daar kunnen we verder gaan. Dus het is echt heel leuk. Het is ook een beetje team. Zoals je kan zien, de teams zijn altijd heel erg oneven. Maar dat is leuk, want zelfs het team, bijvoorbeeld, zelfs team rood, kan nog makkelijk winnen. Als bijvoorbeeld rood een beetje in de caves blijft, zeg maar. En een beetje wacht tot de andere teams elkaar een beetje uitmoorden. Dan kunnen ze opeens komen en dan kunnen ze nog heel makkelijk... leuk. Maar dan kunnen ze in ieder geval op gang komen. Zodra de andere teams low zijn. En dan kunnen ze nog winnen. Dus daarom maakt het altijd wel leuk. Want ik zit nu op het op één na grootste team met 11 spelers. Zoals je kan zien. Is dat ding bijna leeg? Nee. We gaan in ieder geval minen. Dus ja. Ik ging voor jullie voor wat torches zorgen. Dus. Zo, ik heb 1 moet ik eigenlijk overlaten. Want dat is eigenlijk de truc. Nou ja, dat doe ik mijn dingen maar niet meer. Eentje overlaten, de rest kan ik opmaken aan torches dan. Zo. Normaal maak ik geen torches, maar het is voor de sake of this video. Speciaal voor deze video doe ik dit. Oh, dit is zo kut. Water. Water is je enemy in deze game mode, jongens. Als je water aanraakt, dan ben je dood. Kijk nu. Weg hier. Oeh. Oh man, Davis. David, net op tijd, joh. Wauw. Jezus, dat ging niet goed. Oké, okay. Iron. Eigenlijk wel diamonds, maar... Diamonds zijn zo moeilijk te vinden, hè? Dat is ongelooflijk. Ze zitten ook echt overal. Je kan ook gewoon heel hoog kan je ze vinden. Dus ik ga even kijken of ergens de... Oh, er zit iron. Maar ergens heel erg hoog...
zeg maar bovenop bij deze map, want ik speel het wel vaker, Mind Plex. Voor mij vind ik echt een awesome server op zich. Ik vind hem echt ziek. Dus ja. Maar in ieder geval, ik heb heel veel andere minigames gespeeld en alles. Maar ik vind dit echt een van de leukste. En ik ben hier ook op zich redelijk goed in. En je verdient ook veel in-game currency eigenlijk mee. Daar vind ik het eigenlijk ook super leuk om te spelen. Omdat ik, en ik ben er goed in en ik verdien er veel currency mee. En met currency bedoel ik... Met currency bedoel ik dus gems. En dat zal je misschien straks wel zien. Even kijken, kan ik in een van deze... Nope. Want je kan zeg maar je dingen protecten. Je furnace. Maar je kan er maar twee of zo protecten. Dus soms dan heb je soms mensen die zijn zo dom om het niet om meerdere furnaces te plaatsen. En dan iets te koeken in een ungeclaimde furnace of iets of zoiets. En ja, dat is niet slim. Oké, zitten hier nog ergens diamonds in? Want dit is een steen op deze map waar diamonds in verstopt zitten, altijd. Maar ik denk dat ze er al uit zijn gemined. Met explosies of zo. Denk ik eigenlijk wel. Oké, even zien. Want je hebt dus verschillende classes. Zoals ik net zei, je hebt een klas met een axe. Waardoor je ook echt kan, wat was dat? Liepen. Een klein beetje kan springen. Kijk, dit zijn dus alle eilanden. Daar heb je een team, daar heb je een team, daar heb je een team. Daar zitten chests met diamond gear en bows en shit. Dus dat is eigenlijk iets altijd goed om voor te gaan. Maar, ja, eigenlijk, we hebben nog maar 5 minuten over. Dus we gaan proberen om in die 5 minuten zoveel mogelijk armor te vinden. En hopelijk 2 diamonds. Dat is echt mijn doel, 2 diamonds vinden. Want een diamond zwaard, daar heb je echt zoveel aan. Dat is gewoon echt waar ik voor wil gaan, een diamond zwaard. En anders dan moet ik rushen naar het midden en hopen dat er een ander team zit. Hier is Bedrock trouwens al, dus het is echt een beetje een kleine map. Oh man, water niet hier komen. Water niet hier. En we zijn opeens het hoogste team. Samen met blauw. Kijk, omdat er zijn heel veel geliefd van blauw. Blijkbaar. Okay, geen water hier. Nope. Oké. Okay. Ga daar een. Shit, ik ben. Nee. Oeh. Dat is echt zo irritant, hè. Dat is zo verraderlijk. In deze map in ieder geval. Sommige maps heb je daar geen last van. Dus het is gewoon bedrock ook voor het water. Maar deze map, jongens. Oeh, nee hoor. Dan moet je niet. Oh, cool, een caveje. Oké, okay, oh, hier kan ik misschien wel wat mee doen. Oké, okay, even checken. Diamonds. Gewoon een beetje inminen en dan gewoon dit zo. Mocht het water dan komen, dat het dan niet verder gaat. Komt geen water in ieder geval. Even zien, kom op, diamonds. Kom op, of tenminste wat meer iron. Daar ben ik ook wel tevreden mee. Oh, waar was het hier? Er was iemand doodgaan door water damage. Had hij wat gear? Misschien wat iron had hij, ik weet niet. Oh man, dat is best wel kut dat iemand was doodgaan door het water. Maar ja, dat gebeurt dus echt heel vaak. Ja, het is diamonds. Oh yes, laat er 2 zijn. 1. Ja, 2. Awesome. Nice, nice, nice. En zat er meer? Van mij? Niet, hè? Het kan een beetje dat het in je, zeg maar, zo zit. Nice, we hebben precies de hoeveelheid diamonds dat we willen. Dan hebben we voor de rest, hebben we... Even kijken met dit erbij. Om precies, dan hebben we nog 6 iron nodig. En dan hebben we full set iron. Dus nog even 6 iron ergens zien te verzamelen. En dan heb ik eigenlijk wat ik... altijd aim voor als mijn gear. Full iron en een diamond zwaard. Daarmee, als ik een klein beetje mazzel heb, lukt het altijd om, lukt het wel altijd om in ieder geval een paar kills te maken. Dus dat is awesome. Oké. Okay. We gaan even zien. David zit hier ook wel lekker in de buurt. Yo. Oké. Okay. Ja, ik kan nu even niks zeggen, joh. Want je zit in een video. Oké. Okay. Nou, het gaat in ieder geval goed. Oh. Kom op, even. David, niet jatten. Ik ben gewoon op David te zeggen. Ik kijk zoveel Engelse YouTubers en zo. En ik kijk ook naar een Engelse David. En zo. Dus ja, ik ben niet gewend op David te zeggen. Maar ik kijk bijvoorbeeld geen dus David of zo. That's just not my style. En dan heb ik gold. Nee, gold heb ik niks aan. Oké. Okay, nou, in rood zit blijkbaar wel een elite gozertje. Oké. Okay. Nou, hoe close zijn we nou al aan die dingen? We moeten straks ook even echt snel terug. Want we moeten stemmen. We hebben nog 2,5 minuten om te gaan smelten. En dan gaan de bruggen naar beneden. Er ligt Dia hier. Wat? Waar ligt Dia? Waar ligt Dia? Laat het zien. Oh, wauw. Awesome. Man, dank je, David. David. Of hoe ik je ook moet noemen. Nice. Maar ik heb niks aan die ene diamond, dus... Oh. Oh ja, als ik nog een diamond vind, dan maak ik ook een start voor jou, gozie. Maar eerst even... Kijk, nee, er zit niks meer in de buurt. Ik heb alleen wel iron nodig, dus... En ik denk dat ik misschien wat gear ga delen met... David, we misschien een beetje samen wat kunnen doen. Met 2 man ben je een heel stuk sterker. Dus ik ga toch naar boven in ieder geval. Of zit hier nog iets? Ja, ik ga toch naar boven. Dus ik weet niet of hij meekomt. Maar als hij in ieder geval meekomt zo, dan geef ik hem wat. Dan doe ik het om iets minder dan een full set. Zit hier nog iets? Of... Ja, oké, okay, hij komt mee. Mooi. Oké, okay, dit is mijn furnace. Oh, wacht, ik had nog wat natuurlijk. Dus ik heb... Met dit erbij heb ik een full set.
En dan kan ik voor hem in ieder geval nog... Oh, wacht. Kijk, dit is ook iets wat ik niet begrijp. Soms dan stekt de troep niet. Oké, nu wel. Maar soms dan is het echt wel... Kijk, dit. Nee. Dat bedoel ik dus. Dat bedoel ik dus. Ik weet niet of hij hem heeft. Ik denk het niet. Maar dat is zo vaag. Die dingen die stekken niet. En nu heeft hij een gozer dus... Iets van 10 iron of zo? Of... Of net. Ja, nu heeft hij een grote... Oh, wacht. Nee, hij had het iron. Of hij heeft net ook lopen minen. Oh. Of als je het hebt opgepakt, dank je. En als je al je shit geeft, ook dank je. Dus ik ga in ieder geval sowieso wat shit voor maken. Ja, je hebt mijn shit gestolen. Maar ja, dan kan je dus... dat heb je dus soms. Het is een beetje vaag, die dingen stekken niet en alles. Oké. Okay. Oh, minder dan een minuut nog, jongens. Minder dan een minuut nog. Nee, broek. Dan heb ik in ieder geval al dit. Maak ik een diamond zwaarde. Zo. Ik denk dat ik beter wat anders kan... Hier, gozer, ik maak wel even een publieke furnace. Wacht, ik heb nog een... Wat? Hoe kom ik nog aan een furnace? Maar in ieder geval, daar zo zit er eentje. En ik doe er gewoon wat hout in. Hier, hier zo. Hier zo. Daar, kan je het eruit pakken. Oké, zo. Ik heb nog die ene losse diamond, die mag die hebben. Hier zo. Losse diamonds heb ik niet meer nodig. Iron. Dan kan die te jouw chest, of ik in jouw furnace, oké. Okay. Wow, fucking veel dingen eigenlijk. Nou, gold kan er ook wel in. Eten. Oh, ik heb... Oh, wauw. Had hij dat nou ook aan mij gegeven? Of had ik die van die ene gozer opgepakt? Furnace belangstudie. Ik wil niet eens hier furnace. Ik wil gewoon eten. Kom op. Kan ik dat voel? Net niet zeker. Half dingetje over. Oké. Nou, maar in ieder geval... Oké, jongens. De bridges are down. Dus op dit moment... En de bridges zijn niet zomaar down. Ik kan het wel even snel laten zien. De bridges, die worden ook echt gebouwd. Dus dat is awesome. Dus het is niet instant dat het weg is of dat het er staat... Maar de bridges worden gebouwd. Dus hier, langzaam bevriest dit complete ocean over. Dat is deze map. Maar je hebt de Sky Islands. En bij Sky Islands dan groeit er echt een brug. Letterlijk een brug. En dan heb je nog een vulkaan island. En dan groeit er een... En dan barst een vulkaan uit dat een pad maakt naar alle eilanden. Dus het is heel erg mooi gedaan. Dat wel. Oké, alleen maar booties. Moet ik... wacht. Zit hier nog wat in? Oh, daar heb ik gold in gedouwd. Moet ik even hier nog wachten. Ik heb nog 2 nodig. En dan kunnen we gaan... En de rest geef ik dan aan David. Oké. Wacht, ik geef hem even... Wacht, ik geef hem wat spullen dumpen, want... Mijn inventory wordt zo meteen chockvol met allemaal troep wat ik niet nodig heb. Dus ik kan beter nu even alles dumpen wat ik niet nodig heb. Zo. Ik denk dat dit het enige is waar ik misschien nog een beetje dingen... Zo. En yep, ik ben decked out. Dus ik geef even al mijn shit zo meteen aan dingen. Of ja. Ik, hij kan daar trouwens alles uitpakken, dus... Oké. Okay. Let's go. Even kijken of we een paar gozers kunnen killen. We zijn decked out. Ik moet alleen even... Oh, kut. Kom hier, jij. Dat is meteen al een enemy. Oh, kut. Go, go, go for it. Go for it. Go for it. Oh, kut. Beetje laggy. Beetje laggy, jongen. Oh, kut. Nee, 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 nee. Beetje sprinten. En dan counterattack. Oh, wacht. Ze is slow volgens mij. Volgens mij is slow. Nee, ik ga er niet in. Dat is veel te dodelijk. Ik ga hier proberen wat te pakken. Of alles is al geloot. Shit, ik denk dat alles al geloot is. Nee. Yep. Alles al geloot. Oké. David is hier ook bij me. Mooi. Nee. Oké, David. Als je blij bent, blijft, dan probeer ik je te beschermen. Zodat we misschien samen wat gozer kunnen killen. Maar ik heb echt eten nodig. Ik ga voor deze gozer. Wat? Ik... Yes. Dood. Oké. Ik heb hier. Terug naar David. Terug naar het midden. Waar is David heen? Oh, god. Even kijken of ik wat leuks heb gekregen. Eten, eten. Oh, niks van eten. Damn it. Dat respawnt al die dingen hier. Respannen die? Ik denk het niet. Oké, waar zijn de 30% enemy? 50 weet die kant op. Oh, what? What? Alsjeblieft, ik wil hem killen. Ik ga het gewoon proberen. Hoe de fuck komt hij in al deze gear? Hij is full dia. Hoe krijgt iemand full dia? Oh, dat gaat niet lukken. Nee. Jezus, full dia. Dat is zo moeilijk te krijgen, man. Dus ik denk dat hij minor class is. Want dat is zeg maar een class. Dan kan je... hij hoeft niet per se te cheaten. Dat zeg ik niet. Maar die gozer hier. Die... hoe heet het? Even kijken waar die heen is. Helemaal hierheen. Die gozer hier. Die is... Oh wow. Double dia. Full dia 2. Wow. Awesome. Awesome fight. Epic battle. Epic battle. En wie gaat er winnen? Ik hoop dat Gil winnen eigenlijk. Kom op Gil. Kom op Gil. Yeah. Nice. 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 Oké, okay, dat is wel awesome. Maar full dia, holy F. Fucking awesome. Maar, wat ik dus wou zeggen. Full dia, dat kan wel. Maar dan moet je heel veel geluk hebben. Plus, je moet, waarschijnlijk haalt hij de mining class. En de mining class, dat wil dus zeggen, als je eenmaal een dia pickaxe hebt. Dus 3 dia's vinden, dat had ik. Heel makkelijk. Dan,
kan je Diaz gewoon vinden door een soort van X-ray. Oh, kut. David, rennen! Rennen, David! Schiet op! Go! Oh mijn god, ik ga David volgen. Hij moet winnen. Kom op, David. Nee! Pas op! Pas op, pas op. Draai om en vecht. Vecht als een man. Kom op. Je moet vechten, jongen. Hij rent gewoon verder. Maar in ieder geval daarnet, dat is ook leuk. Dat kan ik even snel vertellen, terwijl ik even wacht. Als David dood is, dan eindig ik deze episode hier. Maar in ieder geval, hoe heet het? De vorige keer dat ik speelde, dan zat ik heel de tijd achter hem aan. En ik had een paar arrows in hem geschoten. En toen ging ik heel goed. Ik had al half dia, half iron, door andere gozers te killen. Ik had 8 kills die ronde. En toen komt David. Hij draait me om en hij vernietigde me. Dat was echt ongelooflijk. Hij killde... Ah, jammer. Maar in ieder geval, hij vernietigde me echt compleet. Dus dat was hartstikke nice van hem. Maar in ieder geval, jongens, dit was dus... The Bridges of Mindplex. Wat jullie het leuk vonden? En als jullie het leuk vonden, laat dan natuurlijk een like zien. Of heel veel likes zien, kan ik beter zeggen. En misschien doe ik dit nog een keer. Of een ander spel op Mindplex, of wat dan ook. Want ik vind het echt een leuke server. En ja... Dus jongens, bye bye en tot de volgende Minigame Madness.